We zijn bij OSS Bifit in Zevenhuizen in het Zwanda. En daar worden vandaag onderlinge wedstrijden georganiseerd. En ik praat hier met mevrouw Smolders. Goedemorgen. Goedemorgen. OSS Bifit, vertel eens, waar staat dat voor? Dat staat voor oefening staalt spieren. Hele oude tenaamstelling. Bifit is er later wel bijgekomen. Maar een oude tenaamstelling, hoe lang bestaat de vereniging? Bestaan sinds 1933. Oké, dus dat is inderdaad nog een beetje ouderwets. Ja, inderdaad. Klopt. En wat voor sport bedrijven jullie precies? We doen jeugdturnen, we doen ouder- en kindgym, we doen peutergym, kleutergym, damesgym, herentrim. Ja, dus, alles, alle facetten. Dus selectiegroep tegenwoordig. Oké, ja. Dus voor alle leeftijden? Alle leeftijden, de jongste is 1,5 en de oudste is in de 80. Ook bejaardengym zit er ook bij. Ja, wel heel leuk. Dat is heel divers inderdaad. Ja, ja, okay. ja. En hoeveel leden zijn er verbonden aan OSS Bifit? Ongeveer 450. Jeetje, oké. En zijn dat echt allemaal mensen uit Zevenhuizen? Merendeel uit Zevenhuizen. We merken ook uit Nesselanden. Dat is natuurlijk hier vlak bij ligt. Daar merken we ook heel veel leden. Maar hoofdzakelijk komt het uit Zevenhuizen. Oké. Okay. Ja. En nou is het hier een drukte van belang. En we zien wat kinderen op de achtergrond. Die zijn al een beetje aan het warm... Warming-up is bezig. Warming-uppen aan het turnen, gymmen. Ja. Wat gaat er precies gebeuren vandaag? Nou, we hebben vandaag de onderlinge wedstrijd. Dat is echt een jaarlijks evenement wat we altijd rond deze tijd hebben. We hebben demonstraties van de kinderen die niet aan de wedstrijd meedoen. De kinderen die aan de wedstrijd meedoen zijn tussen de 6 en de oudste, geloof ik, 18. En daarnaast hebben de peuters en kleuters hebben een demonstratie. De jazzdans heeft een demonstratie. De dames turnen, dat hebben we ook nog. Die hebben ook een demonstratie vandaag, dus ja, heel divers. Maar op dit moment lijkt het wel een soort beauty salon hier. Wat is dat precies? Ja, klopt. Nou, dat is heel leuk, omdat het toch het is de enige gymnastiekvereniging in het dorp met heel veel leden. Dus het wordt ook gedragen door de middenstanders. En inderdaad, de kapsalon La Sorella uit het dorp, waar een van de eigenaressen zit in het bestuur van de gymnastiekvereniging. Okay. En die hebben aangeboden om hier in te vlechten. En dat wordt gedoneerd aan de gymnastiekvereniging. Dus alle meiden worden mooi gemaakt met vlechtjes. Maar doen jullie ook mee bijvoorbeeld met landelijke wedstrijden? Ja, geregeld zijn er wedstrijden in de regio weliswaar. Nou, de selectie gaat naar wat meer wedstrijden. Er is ook meer mogelijkheden voor, maar we hebben geregeld wedstrijden. Ja. Oké, en hoe ligt OSS Bifit dan, landelijk gezien? Ja, op zich. Nou, landelijk, regionaal moet je meer zien. Okay. Ja. Nee, op zich gaat het heel erg goed. Als we wedstrijden meedoen, dan wordt onze naam toch veelvuldig genoemd bij de prijsuitreiking. Dus dat is gewoon heel erg leuk. Oh, dat is maar het staat mooi. Voornamelijk, en dat is de gymnastiekvereniging eigen, het plezier in het sporten staat echt voorop. Ik wens jullie een hele fijne dag. Gaat zeker lukken. En bedankt voor de toelichting en een fijne sportieve dag vandaag. Gaat lukken, heel bedankt. Bedankt. Mijn naam is Marieke voor Omroep Zuidplas. Wij waren hier te gast bij OSS Bifit in Zevenhuizen. Kijk voor meer informatie op hun website www.ossbifit.nl.